Hebben wij tips voor beginnende producers of DJ's? Ja, zijn we zijn al vrij random tijd bezig met uh, upcoming talents en dergelijke. En, uh, ja. Ja, vertel maar. Ja, wat, uh, wat voor tips? Gewoon keihard door blijven gaan. Elke seconde, minuut, uurtje, dag, week, maand, jaar wat je over hebt, uh, erin besteden. En sommigen hebben 20 minuten en de anderen hebben 20 uur. Dus ik zeg altijd, als je alles wat je over hebt in je muziek stopt, dan, uh, ja, dan komt het vanzelf wel een keer eruit. Ja, je moet er dood voor gaan, anders dan uh, kijk maar naar ons. Ja, nee, je moet er dood voor gaan, je moet er alles verlaten. En uh, dan, uh, dan, moet er, dan moet het punt op een gegeven moment wel komen dat, dat het gebeurt. Ja. Waar halen wij onze inspiratie vandaan, Frank? Oeh, ja, als verschillende dingen uit de momenten die we op de feesten en dergelijke meemaken, eigenlijk uh, melodisch het. Uh, Thuis gebeuren, noem maar op. Ja, dat is van mijn kant ook. Het kan van alles, het kan echt van alles zijn. Het kan van een goed stuk eten zijn, maar het kan ook van ellende die om je heen gebeurt. Uh, dat je de blues hebt met een vrouwtje of met een jongen of met wie dan ook. Of van elkaar gewoon, weet je. Dat je elkaar gewoon inspireert uh, door middel van praten. Dus ja, dat kan, de, dat kan door de gekste dingen zijn. Wat is onze grootste wens wat we nog willen bereiken, Frank? Ja, onszelf en de jonge mensen die ons heen zitten op het leven en dergelijke, die uh, steeds meer zien te groeien. Uh, momenteel zijn er een paar uh, flink aan het uitspringen. En ja, ik hoop dat uh, de rest er ook in meegaat. En uh, ja, die werken er hard genoeg voor, eigenlijk. Uh, of is dat weer om... Een... Nee, 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 daar ben ik het mee eens. Wat we willen toch bereiken, ja, en zo lang als mogelijk doorgaan. En natuurlijk uh, de mooiste podiums pakken. Ja, weet je, dat, uh, dat is het. En ooit is... Uh, ja... Ja, gewoon vet vette dingen doen nog steeds. En we hebben al echt heel veel vette dingen gedaan. Maar uh, ja, de grootste podiums pakken, dat blijft toch het leukste.